En abonneer natuurlijk voor een grotere... Oké, awesome, thanks. In deze video leer je 5 versiertips om beter vrouwen te leren versieren. En deze video schiet ik weer samen met Ambar, het meisje wat je misschien al zag in de vorige video, namelijk over testjes om te zien of ze jou leuk vindt. En die video kun je hier ook bekijken. En vandaag gaan we juist in op hoe word je nou fysiek met haar. Want veel mannen die pakken dit aan als een slechte coureur. Of ze doen het veel te snel en ze schieten uit de bocht, of ze doen het veel te fucking traag en ze verliezen de race. Dus dit wil je op een veilige manier opbouwen, zodat ze je charmant vindt en ook niet van je uitfriekt en je een beetje een gekke man vindt ofzo. Dat ga je dus leren en daarnaast gaan we in op hoe word je nou fysiek overdag. Vaak krijg ik de vraag van mannen van, hey Daan, ik zie jou altijd overdag vrouwen ontmoeten en dan zoenen. Hoe doe je dat nou? Nou, hierin wil je een bepaalde aanpak hanteren en daar ga ik ook vandaag in deze video. Dus veel plezier, we gaan nu over naar mij en Ambar in Colombia. En deze video zal ik in het Engels doen, zodat Ambar hier mij ook kan verstaan en ze misschien een paar tips mee kan geven. Welkom Ambar, welkom terug. So yeah, we're gonna do this video in English. And so the first kind of touch is what I call safe touching. So it's veilige aanraking. And you have to remember, like, most guys might be not touching at all, which is of course bad. It's kind of boring. They just stand there and talk. Or what they might do is be too aggressive in the way they're touched. So the classic one would be a guy that just approaches a girl like this in the bar, like, hey, how are you doing? The first time is horrible. Yeah, okay. It's nice to have confirmed. It's too aggressive. I mean, it might work sometimes, but it's just not a safe way to start a conversation or any interaction. So what's like a safe way to touch? That will be like this. Remember, anything with the back of your hand is very safe because it's not grabbing. It's yeah. So this is very safe way for the first approach to like give a little tick. Een tikje geven op haar arm of op haar schouder. So just remember, anything with a backhand is safe touching. Now the next level would be to get a little bit more intimate. But what you can do is what I call excuses touching. Aanraking met een excuus. Dus what you could do is like, hey, I really like this shirt of yours. And like now I'm touching the belly, but in a very innocent way. It has a reason why to do it. Or like, oh, you got such amazing non-existing earrings. I just really love your earrings. And I'm touching the ear, touching the neck, which is quite sensitive as well. So complimenting her on the fabrics or the stuff that she's wearing. Another one might be that I'm again, more intimate now. I pull an arm around her and I'll be like, so what I really like to do is talk about my friends. Like, hey, this guy I know since I was 1 year old, and that's my guy, my best friend from high school, and just tell some stories about them. But sometimes you don't have friends out with you. But hey, I go out alone as well, and then I'll just talk about, I'll just make stuff up just for shits and giggles. So I'll be like, hey, that's my friend. Yeah, he's actually gay. He always hits on me. Or, oh, it's my drug dealer over there. He has the best crack of whole Holland. Our humor is a bit more fucked up than the rest of the world. In Holland. I understand like half of that. Oh, okay. Well, that's a good thing. So I'll just make stuff up about some guys. Oh, that girl was just hitting on me. I think she's high. You might make a little jokes like this. Not too serious. Dus je hebt een soort van bliksemafleider om de spanning te ontladen van het feit dat jullie eigenlijk best wel intiem met elkaar staan. Dus dit is een hele goede volgende stap na veilige aanraking. De volgende. So, okay. So what you, are you ready? Ten, ten. Yeah, okay. So what you're gonna do is first you make your hands like the speculum. And you're standing like this and now you gently open her arms like this, and while you do that, you slide over to her arms. Like, this is way better than, for example, when you're she's just standing and you grab her hands like this. Yeah. Now it's more gentle because je kondigt hem als het ware even aan van, hey, ik ga je aanraken en ik ga je nu leiden naar hand op hand contact. Dus so one more time, like you're standing like neutral pose, yeah. And what I could do is like move like this. It's more leading, you could say. It's like soft, softer. I don't know how to say it. More gentle, maybe. Yeah. Right. Yeah.
Want je maakt daar meer bewust van, hey, er komt een aanraking aan die iets meer intiem is. Dus dit is perfect, want dit is een houding waar je uiteraard in terecht wil komen. Nou, daarover zometeen meer. En even een snelle pro-tip over aanraking. Ik krijg vaak de vraag van Daan, hoeveel kan ik nou escaleren tijdens daygame? In normaal taalgebruik is dat, hoeveel kun je nou aanraken als je overdag een vrouw aanspreekt? En weet je, sommige datingcoaches zeggen dan van nee, je kan overdag geen vrouw aanspreken en zoenen. Nou, dat tegendeel heb ik denk ik wel bewezen. Maar het is wel iets wat je niet wilt doen als beginner. Dus kijk, je wil het zo zien, aanraking is altijd zo intens als de context dat toelaat. Kijk, dit is misschien in een nachtclub een hele onschuldige aanraking. Maar misschien overdag, en nu in één keer uit het niks, is dit veel intenser. Okay? Dus aanraking is heel erg gebonden aan de context, aan de omgeving. Dus als je je bevindt in een hele stimulerende omgeving, als een nachtclub, dan kun je ook stimulerender zijn qua aanraking. Daarom hou het met overdag vrouwen aanspreken echt puur bij de veilige aanrakingen die je net hebt geleerd. En misschien een paar van de excuses aanrakingen. Maar over het algemeen super fucking weinig totdat je samen op een instant date of een vervolgdate zit. Dan kun je wel weer verder escaleren. De volgende techniek is ultra krachtig om de seksuele spanning door het dak te laten knallen. En hij gaat als volgt. Wat je doet is, als je bijvoorbeeld met haar staat te dansen en je komt al in een meer schuifelachtige positie met haar te staan. Wat je niet wil doen is meteen toehappen en patsenboom, haar te zoenen op haar mond. Het is heel grijperig wederom en ze kan er juist van terugschrikken. Wat veel sterker is, is om juist de spanning op te laten bouwen en niet meteen te zoenen. Een hele goede test ook om te zien of je al kan zoenen met haar, is door, je komt dichterbij, maar wat je doet is niet zoenen, maar je leunt juist met je voorhoofd een beetje tegen die van haar aan. En wat? So you lean your forehead against each other. And, so I'm keeping my lips a little bit back. So it's like, easy. It's obviously, I dare to be close, but I'm not gonna bite. Okay, I will be close and intimate, but I'm not gonna capitalize on the attraction right away. I'll just wait a little bit. So it's like an easy way to come close. And of course, if you're this close to her, you know, like she's getting more attracted. Later on, you can kiss her, but there's no need to just grab the first fucking chance that you'll get. Better to make the tension rise a bit more using techniques like this. And this is how you have sex in the middle Chile. Of the park. What's happening? No. Okay, continue. Als je nog eens 11 andere versiertips wilt ontdekken die jouw versierskills fucking veel beter gaan maken, check dan de bovenste link in de beschrijving. Dan word je naar een artikel meegenomen en daar leer je nog eens 11 andere versiertips. Like deze video, abonneer natuurlijk en ik ga lekker drankjes doen met mijn vriendinnetje. Ciao!